Verdwaalde Dixie op snelweg voor hilariteit bij Rijkswaterstaat. Een ongeluk, wegwerkzaamheden of gewoon drukte? Dat zijn toch de meest voorkomende redenen waarom een file op de snelweg ontstaat. Maar dat een Dixie vandaag het verkeer ophield, daar kon zelfs Rijkswaterstaat om lachen. Je zou het niet snel verwachten, dat er een file ontstaat door een verdwaalde Dixie langs de snelweg. Maar op de A67 bij Sommeren richting Venlo was dat toch wel degelijk aan de hand. Wellicht hebben bestuurders iets wat raar staan, of zitten, kijken toen ze het object voorbij zagen komen. De ANWB meldde namelijk eerder dat rommel langs de weg voor oponthoud zorgde. Door deze rommel moest één rijstrook dicht en werd het filerijden op de A67. Inmiddels is het mobiele toilet weggehaald, maar we willen je de reactie van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie niet onthouden. Bij die instantie zag men namelijk wel de humor in van het verdwaalde toilet. Op social media kon Rijkswaterstaat ons dan ook niet laten om met een aantal woordgrappen te strooien. Stront aan de knikker, begint het bericht. Waarna ze benadrukken dat iemand inderdaad een mobiel toilet verloren was. Voor alle mensen die pissig zijn, je kunt ons wel voor een grote boodschap sturen en we zijn er met hoge nood naartoe gegaan. De weg is weer vrij, klinkt het bericht. Uit de reacties is te lezen dat mensen de woordgrappen wel kunnen waarderen. En onder het bericht gaan deze dan ook nog even door. Zo reageert Rijkswaterstaat op de vraag of er nog sporen zijn achtergelaten. We hebben geen remsporen aangetroffen. Wilbert. En om weggebruikers zoveel mogelijk te ontlasten, hebben we er ook niet eerst een plasje over gedaan. Maar zijn we direct overgegaan tot actie en ook de overige mensen die reageren blijken creatief in hun reacties. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie, @RW's Verkeersinfo, februari 22. 2023. Overigens was het een dag van bijzondere taferelen op de snelweg. Op de A1 bij knooppunt Hoevelaken was namelijk de snelweg bezaaid met bakstenen. Daar was een vrachtwagen omgekanteld. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie, @RW's Verkeersinfo, februari 22, 2023.